Dus ja, ik heb mijn ogen, die vind ik niet prettig wat die doet. Nee. Hij doet zo raar prikkelen en doen, dus dan ga ik zo eerst even achteraan, wat die oog wil. Mijn rechteroog, die, ja. Maar oké, ook dat komt weer goed. Ja, het is hoger water dan gisteren. Fijn. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag, de 10e van de 8e 2022 en we leven om 11:25. En ik wens jullie een hartelijk welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Ja, er is vandaag weer een jarige in onze familie en dat is mijn lieftallige. Ja, het is mijn stiefzoon, maar ik noem het mijn zoon. David Luisterburg, ja, die is vandaag jarig. Dus lieve schat, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij in goede gezondheid. Samen met de familie aan die kant natuurlijk. Ja, ik zou zeggen geniet ervan, want ja, je weet het hè. Ja, ik hou van je en alsof je mijn eigen zoon bent, dat weet je best wel. En ik vind het jammer dat ik je zo weinig zie. Ja, heel weinig. Maar ook weet je dat er nog spulletjes hier voor jou staan. Ja, ook dat weet je. Maar ik hoop dat ik eens vandaag aan de telefoon kan gaan krijgen. Want dat wil maar niet, hè. Nee. Maar oké, lieve schat. Geniet van je dag. En je hebt het weer in ieder geval mee. Dus dat heb je zo in de pocket. Dat heb je al gekregen. Dus, nou, lieve schat, kusjes en ik hou van je. En ja, en mijn lieve vrienden, het is heel mooi weer. Het is prachtig mooi weer. Ik wist niet dat je water mocht sproeien. Had het toch water te weinig? Ah, oké. Okay. Maar in ieder geval, ik zit ook weer te wachten op de invalster van Claudia. Heidi komt vandaag. Dus ja, daar zit ze ook op te wachten. Dus die blijft anderhalf uur en dan gaat ze weg. Dan kan ik mooi daarna met de meisjes, want die zijn nog niet uit geweest. Maar ze hebben de tuin wel. Nee, ik had mij graag gekwist, zou ik jullie vertellen. Toen werd ik toch zo draaiig in mijn hoofd. Dit wordt het niet. Ik ga maar even liggen. Dus met mijn jurk en al even gelegen op bed. En tot het weer wegtrok. Nou, en toen heb ik nog... een was in de wasmachine gedaan en een was in de droger gedaan, dus die draaien nou. En ik ga nou in de keuken in de gang met de afwas, ja, dat het in de vaatwasser terecht kan komen. Dus genoeg te doen voor mij en ik zou zeggen, geniet gewoon van je dag en geniet ook verder met ons mee. Ik zou zeggen, en doe het ook met een lach, ja. Blijf altijd lachen, wat er ook gebeurt. Er is er genoeg ellende op de wereld waar men om treurt. Dus ja, laten wij er vrolijk blijven. En dan komt alles hopelijk ook ooit eens goed. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, de huishoudelijke zorg, de invalster van Claudia is net weg. En ze is langer gebleven dan normaal, maar dat heeft zo zijn redenen. Ze is heel goed, ze is nauwkeurig, ze is super, maar de kwek die staat niet een seconde stil, ja, wanneer ze niet hier bij mij is of wat dan ook. Dus ja, als haar kwek gaat, dan gaat de handen niet. Nee, staat ze stil. En dat gaat dan ook door, weet je, maar nee. Dus nou al met al moet ik meisjes nog hard laten, dus dat gaan we wel doen, want ze moet echt heel nodig. De warmte hier in Den Helder valt denk ik mee. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? Je moet nadenken, geloof ik. Heel lang werk. Hij blijft draaien. In Den Helder is het op dit moment 24 graden.
24 graden. Dus het valt nog mee, maar die meisjes hebben er meer last van dan ik. Dus ik hoop dat er ook een hoop schaduw voor ze is. En anders hebben ze dat ook wel weer wanneer we weer thuis zijn. Ja, want ze leggen er lekker bij, maar ze moeten wel echt nodig. Dus dat gaan we gauw doen. Dus ja, ik ben blij dat mijn huis in ieder geval weer schoon is, weer fris en aan kant. Dus ja, wachten totdat Claudia weer komt. En dat is, zoals het er nu voor staat, maandag weer. Als ze tenminste heel hard thuis komt en dat die vliegtuig waar ze in zit heel beneden komt. Ja, laten we daar maar op houden. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb eindelijk de vlog klaar, want het ging mis. Kan ik opnieuw beginnen, dus die breng ik zo naar YouTube, want ook dat is gereed. En daarna ga ik weer met de meisjes naar de Oude Rijkswerf. Ik kan eens weer even lekker afkoeling zoeken in het water. Ja. Dus ja, we zullen het beleven, we zullen het zien en eventjes gewoon. Dat is even fijn. Ik weet niet hoeveel graden het momenteel buiten is. Ik zal even kijken. Ik denk van 24, maar ik weet niet zeker. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De huidige temperatuur in Den Helder is 24 graden. Ja, 24 graden, zegt ze. Dus, nou ja, het is al aardig. Het is alweer etenstijd voor een hoop mensen. Dus ja. Maar dat komt goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, gewoon, ik ga er gewoon lekker heen. Ik neem wel mijn vest mee, maar verder is niks. En ik hou gewoon mijn jurk aan die ik nou ook aan heb. Ze hebben net wat lekkers gehad. Lekker even nat voor, lekker even verwend. Ook Kandalf is binnen, dus ik kan rustig erheen gaan. Dus ja, ik ga gewoon even met ze genieten. En ik neem jullie mee. En nou ja. Kijk, ja, ik ben van de week toch ook geweest, dat weten jullie. En ik heb toen ook gewoon gefilmd. Nou, dat moet toch kunnen. Het is toch leuk om die dieren lekker in dat water zien te gaan. Ja, het is gewoon fijn. Dus ja, ik heb mijn oog, die vind ik niet prettig wat die doet. Nee, hij doet zo raar prikkelen en doen. Dus dan ga ik zo eerst even achteraan, wat die oog wil. Mijn rechteroog, die. Ja. Maar oké, ook dat komt weer goed. Ik zou zeggen, gewoon vol goede moed, er tegenaan. En we gaan gewoon, ja. Ik zou zeggen, geniet lekker met ons mee van het prachtige mooie weer. Ik ga zo meteen eerst het zonnescherm weer ophalen, want dan hebben we weer wat meer licht in huis. En dan gaan we die kant op. Ik zou zeggen, geniet met ons lekker mee. Rijka! Kom! Rijka, kom! Rijka! Kom mee! Ben je nog niet gewend, hè? Zo. Kom. Kom maar. Kom. Goed zo. Kom dan. Ik kom. Ja, dat hondje gaat niet spelen. Dan gaat het water niet in. Nee. Rijka hier. Rijka, kom dan. Kijk eens, Snoepie. Snoepie. Kom dan, Snoepie. Kom maar, Snoepie. Ja, Snoepie, hè. Rijka, kijk dan, Snoepie. Kom maar.
Elvink, Snoopy? Ja, hij kan wel nog niet. Kom maar, Snoopy. Snoopy, kom dan. Ja, wel erbij blijven. Hè? Ja, het is hoger water dan gisteren. Banjers. Hallootjes, kom! Elwing! Rijka! Kom! Deze kant op! Kom! Rijka, kom! Rijka, waar ben je nou? Zie je er weer nergens? Oh, Elwing gaat er ook heen. Ze zijn al met struinen. Waar is Rijka? Oh, daar. Ja, die gaat echt zwemmen, hè. Kijk dan. Lekkere kind. Lekker even. Dan gaan we zo weer lopen, hè. Ja. Ja, lieve vrienden, want het is, ik zit hier aan de waterkant en ik zit toch hier te rillen, want de wind staat erop. En kijk naar die vlaggen, dan zien jullie hoe hard het hier waait. Kijk naar het water, dat rimpelt het beest. Ja, het lijkt wel of het nog hoog komt. Maar ja, dat zien we wel. Kom!